Diverse ondernemers hebben mij het afgelopen jaar de vraag gesteld of ik enige voorkennis had, jaren geleden al, dat corona en COVID op komst was. En ik reageerde iedere keer verrast. Hoe bedoel je? Wat zeg je? Ja, je hebt het zo goed als voorspeld in je seminars. Je hebt bepaalde profetische uitspraken gedaan die onwaarschijnlijk accuraat zijn met de situatie waar we nu in zitten. En wat ik ga trouwens even laten zien. Ik neem je even mee naar een live fragment van een seminar. En dan begrijp je waarom dat sommige ondernemers mij een en ander hebben gevraagd erover. Dit wil ik u gelijk ook al meegeven. Wij leven vandaag in een tijdperk dat toch wel best wat bedrijven bedreigd zijn met het stoppen met bestaan. En waarom is dat zo? Omdat we vandaag toch een soort van kwantumbeweging aan het maken zijn in ondernemerschap. Er zijn bedrijven van het buitenland die zich heel makkelijk online kunnen positioneren in ons land. Het koopgedrag van de mensen is totaal aan het veranderen. Hoe we communiceren is aan het veranderen. Hoe we mensen werven is aan het veranderen. De mindset van mensen, hun verwachtingen ten opzichte van een job, is aan het veranderen. Onze gewoontes als mens zijn aan het veranderen. En dat maakt dat toch wel wat bedrijven die minder dynamisch zijn, bedrijven die eerder statisch zijn, toch wel wat uitdagingen beginnen te ervaren die ze nooit eerder hebben gekend. En deze twee dagen is erop gericht om u klaar te stomen voor de periode die komen gaat. En ik nodig u uit om heel alert te zijn. Waren dit profetische woorden? Nee, natuurlijk niet. Ik ben alles behalve een voorspeller of een profeet. Maar als je gewoon even de geschiedenis bestudeert, ja, dan stel je vast dat er altijd transformatie is geweest. Er is altijd verandering geweest door de tijd. En ja, als je een klein beetje met de voeten in het klei staat, echt in business bent, dan kun je ook wel aanvoelen en zien, als je een klein beetje visionair bent, welke veranderingen dat er staan aan te komen. Weet, verandering zal altijd deel uitmaken van onze samenleving. De kunst is, hoe ga jij om met verandering en transformatie? En vandaag moet je natuurlijk als ondernemer heel veel dingen transformeren om in de nieuwe wereld waar dat we in leven ook goede handel te kunnen maken. Je marketing moet vandaag anders zijn dan pakweg een paar jaar geleden. Je manier van verkopen is vandaag anders dan pakweg een anderhalf jaar geleden. Om het zo te zeggen. Hoe dat mensen werken op bedrijven, dat is ook veranderd. En daar moet je ook mee op inzetten. Er is onwaarschijnlijk veel veranderd. En jij kan daar ook succesvol op anticiperen. Dat is trouwens ook iets wat ik doe als ik onderneem. Dat is constant onderzoeken hoe dat ik nu in het moment kan anticiperen op mogelijke transformaties die zich voordoen in de toekomst. En als jij goed kunt aanvoelen wat er in de toekomst gaat gebeuren en je anticipeert er nu op, wel, dan ben je in die toekomst ook succesvol in business. Ik hoop je met deze boodschap geïnspireerd te hebben. Tot snel en be well.